Ten eerste wil ik even zeggen dat je nog mee kunt doen met de giveaway. Die wordt vanavond weggegeven. Heel simpel, 50 euro kan je winnen. Check de video van gisteren, in het i'tje staat hier nu ook. Dan kan je precies zien hoe je hem kan meedoen. En vanavond in de livestream, die nu ook in het i'tje staat, waarom niet joh, kan je winnen. Dus daar wordt de giveaway bekendgemaakt. Doe dat vooral en vandaag gaan we natuurlijk weer een nieuwe transfervideo, zoals we die heel vaak hebben de afgelopen tijd. De transferperiode is natuurlijk begonnen en dus is de geruchtenmolen enorm groot. Hopelijk heb jij zin in deze video, doe je een blauw ook op deze video. En oh ja, 88.000 abonnees ondertussen al. Bijna 90.000, ik wil jullie er echt heel erg voor bedanken. En maar ook altijd, het is echt serieus, ongeveer 4 op de 10 mensen niet geabonneerd op Twinity. Wat ben jij aan het doen als jij een van die 4 op de 10 mensen bent? Draai je scherm om, klik op dat rode abonneerknopje en maak hem groen. Nou, maak hem maar grijs. Maak hem maar grijs, ja. Laten we gewoon maar zelf beginnen, jongens. In het begin met een interessant nieuwtje. Niet bepaald een transfer, maar wel heel veel was hier om te doen. Sergio Ramos had gisteren een persconferentie om 17:30. En ja, daarin werd dan bekendgemaakt wat er gebeurde met zijn toekomst. Hij vertelde eigenlijk meteen dat hij een Madridista is en dat hij van zijn rest van zijn leven gewoon bij Real Madrid blijft voetballen. En dat alle geruchten onzin waren. De ruzie met Perez was ook bullshit. Het was namelijk, het is gewoon verzonnen eigenlijk. Hij vertelde letterlijk dat zijn band met Perez een soort van vader-zoon band is. Dus dat hij daar echt niet weggaat en dat hij een hele goede band heeft met het bestuur. Dus al die geruchten waren onzin, kunnen we vergeten. Sergio Ramos blijft helaas eigenlijk bij Real Madrid. De afgelopen paar video's zijn ook wel een beetje de teken van Atletico Madrid. Die krijgen een hele rommelige transferperiode natuurlijk. Met het vertrek van Godin en Griezmann en noem maar op. En natuurlijk, waarschijnlijk hebben ze Philippe daar nu al binnengehaald. Morata blijft waarschijnlijk bij Real Madrid. Met een verdediging moeten ze gewoon meer versterking halen. En Marcos Alonso is een doelwit die echt wel heel perfect is voor een club als Atletico Madrid. Ten eerste is er nu echt concrete interesse van een bedrag van 45 miljoen euro. En het is logisch. Ten eerste, Marcos Alonso is Spaans. Dat is niet echt een hele objectieve reden waarom hij naar Atletico zou gaan. Maar toch, het is wel een reden waarom het makkelijker is in principe natuurlijk. En ten tweede natuurlijk, Marcos Alonso is eigenlijk een beetje gepasseerd. Sinds dat Sarri bij Chelsea speelt, traint, manager is, moeilijk om te zeggen, maar niet uit. En ja, hij speelt niet meer. Speelt ook niet in de Europa League finale. Emerson speelt en die gaf een geweldige bal aan Giroud. Emerson is waarschijnlijk de nieuwe left-back van Chelsea. En ja, Marcos Alonso is gewoon gepasseerd en hij kan beter weggaan. En als Atletico Madrid interesse heeft en hij kan daar spelen, ja, dan moet je daar echt wel gaan spelen. Maar wat ik me afvraag is, kan hij dit wel? Want bij Sarri is hij gepasseerd omdat hij verdedigend niet heel sterk is, maar meer een hele voetballende leftback is. En bij Atletico Madrid staat het dat toch wel onbekend dat je niet heel veel voetbal speelt, maar heel erg diep inzakt en juist heel verdedigend speelt. Dus ik betwijfel of hij dit wel kan, maar toch, de interesse is er. Michel Vorm speelt natuurlijk momenteel bij Tottenham, maar is gepasseerd natuurlijk door Jorie. Ja, hij was altijd al tweede keeper, maar is nu zelfs derde keeper geworden. En vandaag zijn er veel geruchten dat Vorm weggaat bij Tottenham en waarschijnlijk zijn carrière misschien wel gaat afsluiten, zelfs al in de Eredivisie. Of gaat afsluiten, is hij al zo oud? Weet ik helemaal niet. Oh ja, hij is al 35. Ja, dan kan hij beter terug naar de Eredivisie om zijn carrière af te sluiten. De geruchten zijn er, hij sluit het zelf ook niet uit. Welke club in de Eredivisie, dat is er nog altijd niet zeker. Kijk, Vorm komt van Utrecht vandaan. En teruggaan naar Utrecht lijkt me daarom op zich best wel logisch. Nou ja, misschien PSV of zo op de bank, weet ik veel. Misschien zo'n ploeg zou ook zomaar kunnen. Maar nog altijd, de geruchten dat hij terug naar Eredivisie gaat, zijn ze heel sterk. En Utrecht lijkt me denk ik dan toch wel een grootste kans hebben. De afgelopen dagen hebben we niet echt besproken, maar er zijn heel veel geruchten over Lo Celso. Lo Celso, een Argentijnse middenvelder van Real Betis. De beste middenvelder van Real Betis. En die wordt heel veel gelinkt aan de transfer naar echt iedere topclub in de Premier League. Maar nu lijkt Tottenham Hotspur toch wel de beste papieren te hebben om deze middenvelder te halen. Ja, ze hebben dus een bod gedaan, dat is bijna 100% zeker, van 60 miljoen euro. En ja, dat zou in principe genoeg moeten zijn om hem te kunnen kopen. Kijk, hij heeft gewoon een goed seizoen gehad bij Real Betis. 9 doelpunten, 4 assists en 32 wedstrijden. En ja, ik begrijp op zich wel dat hij zoveel gelinkt wordt. Ook 5 doelpunten in de Europa League. 23 jaar oud pas en dan is de interesse van zoveel geld ook wel logisch als je nog zo erg jong bent. Niet oud, zo erg jong bent. Dus ja, hij gaat sowieso weg en ik denk dat het best wel de grote kans is dat hij naar Tottenham gaat. Ja, de transfer van Aurier naar Tottenham leek op zich wel een goede transfer te zijn, maar ja, hij heeft niet echt veel speeltijd gekregen dit jaar. Speelde 8 wedstrijden in de Premier League, wel 5 wedstrijden in de Champions League, wat nog wel redelijk is, maar dat is gewoon te weinig voor toch wel een speler waarvan je zou denken dat het misschien wel de basisspeler zou kunnen worden. En daarom wordt nu heel veel gesproken over een vertrek van Aurier bij Tottenham Hotspurs na 1 jaar al. Of wacht, nee, sorry, na 2 jaar. Sorry, dat heb ik helemaal fout. Ja, dat heb ik helemaal fout. Maar goed, hij wordt dus meteen maar gelinkt aan de transfer terug naar Frankrijk. Heeft bij 2 Franse ploegen gespeeld, Toulouse en Paris Saint-Germain. Maar wordt nu gelinkt aan AS Monaco. Op zich wel logisch, AS Monaco heeft veel geld. Ja, zo'n speler als Aurier, waarom niet toch? Ook dit is een transfer die ik echt wel zou zien gebeuren.
Want ja, ik bedoel, Aurier is gewoon een speler die moet spelen. Is pas 26 jaar oud. En als hij bij Tottenham niet kan spelen, dan moet hij gewoon een andere club zoeken. Benteke was echt een hele goede voetballer een paar jaar geleden. Maar steeds ietsjes minder eigenlijk. Bij Aston Villa was het geloof ik was hij echt heel goed. Maar nu speelt hij al een tijdje bij Crystal Palace. Is hij eigenlijk wat minder. En ja, hij wordt gelinkt aan de transfer. Naar een club, ja, een topploeg. Echt een topploeg. Shandong Luneng. Ja, dat is die ploeg die ja, dat ga je maken. Als je daar naartoe gaat, maak je het gegarandeerd in je carrière. Benteke wordt daarna gelinkt. En ja, ik denk dat het op zich wel kan gebeuren. Benteke gaat lekker voor het geld naar China. Waarom niet? Speelt minder bij Crystal Palace. Dus op zich is het wel best logisch als het gebeurt. Quincy Princi Promes wordt gelinkt aan de transferweg bij Sevilla naar Ajax Amsterdam. Heel interessant, want Promes is nog niet al oud. Promes kan nog echt wel op de top van zijn kunnen spelen. En dan wordt hij nu al gelinkt aan de transfer terug naar de Eredivisie. Misschien een beetje raar, maar ja, bij Sevilla is hij echt niet uitgekomen op wat hij kan, zeg maar. En vandaar is een transfer naar Ajax misschien ook wel goed voor hem. Als veel spelers bij Ajax blijven, je moet je voorstellen dat alleen Frenkie de Jong weg is. En misschien dadelijk dan De Ligt sowieso. Maar voor de rest is er niemand concreet weg. Dus ja, op zich als de hele selectie bij elkaar blijft en je haalt Promes erbij. En ja, die Marine die wordt nog beter misschien. Dan kan de selectie van volgend seizoen ook heel goed worden. Dus Promes wordt gelinkt aan de transfer naar Ajax. Misschien ook wel met het oog daarbij houdende dat een speler als Ziyech of Neres weggaat. Dat denk ik eigenlijk persoonlijk wel. Conte is officieel aangekondigd bij Inter en dat betekent één ding. Lukaku staat bovenaan het lijstje van Conte. Want dat is altijd zo. Conte wilde heel graag Lukaku kopen toen hij nog bij Everton speelde, bij Chelsea. Toen wilde hij hem naar Chelsea toe halen. Maar nu wordt hij dus heel vaak gelinkt aan Inter. Lijkt er concrete interesse te zijn. Er zou een bot moeten neergelegd worden voor 90 miljoen. Dat heeft Manchester United aangeboden aan Inter. En als Inter 90 miljoen betalen, dan zal binnen nu en twee weken Lukaku een speler zijn van Inter Milaan. Ik denk dat oprecht. Het enige wat dus moet gebeuren is dat Inter 90 miljoen moet betalen. En de vraag is of ze dat wel willen. Want ze hebben natuurlijk ook nog momenteel Mauro Icardi bij Inter. Van Mangala hadden we eigenlijk misschien wel iets meer verwacht een paar jaar geleden. Is momenteel al 28 jaar oud. En ja, hij is gewoon niet gekomen tot waar hij kan komen, zeg maar. Mangala was echt op de top van zijn kunnen in 2014 bij Porto. Daar was hij echt heel erg goed. Toen is hij voor 30 miljoen verkocht naar Manchester City. Maar nu, ja, hij gaat nooit meer bij City spelen. Echt niet. En dus zou hij het beste voor hem weer terugkeren naar Porto. Dat is ook echt heel zwaar gelinkt nu momenteel. Waarschijnlijk een free transfer terwijl hij nog een jaar contract heeft. Ik denk op zich dat dat zou kunnen gebeuren. Wat wel raar is, dat hij 2 maart nog een contractverlenging heeft gemaakt voor een jaar extra. Dus dat is apart, dat is heel apart. Maar ja, ik denk toch dat City hem of gratis laat gaan of voor een vriendenprijsje aan FC Porto. Lijkt mij namelijk heel erg logisch. En nog een City transfer dan. Stuani zeggen, maar ja, die komt dadelijk pas. Oeps, gespot. Leroy Sané, ja, ik heb het al 1 keer besproken. Hij gaat naar Bayer. Luister dan maar naar mij. Dat gaat echt gebeuren. Maar eerst moet er wel een goed transferbod komen van Bayer. Ja, ze hebben 80 miljoen geboden. Maar City heeft het afgewezen. Ze willen meer dan 80 miljoen euro hebben voor Sané. Tja, wat kan je hierover zeggen? Op zich, ik snap het aan de ene kant wel. Sané niet heel erg oud. Sané enorm goed. Dus meer dan 80 miljoen, het kan in principe wel. Maar ja, veel meer moet er ook wel niet betaald worden voor Sané. Want ja, dat is hij ook wel niet waard. Ik denk 100 tot 110 miljoen. Dat dat echt een max is. En City moet hem daarvoor ook laten gaan. Want het is niet goed voor Sané om bij City te blijven. Als hij volgend seizoen daar minder gaat spelen. En bij Bayern kan hij echt een topper worden. Opvolger van Ribéry of van Robben. Hij moet echt naar Bayern gaan. En ja, Stuani. Hey, wat een toeval. Komt daarna Stuani. Ja, natuurlijk weten dat Girona gedegradeerd is. Dus ja, hij speelt momenteel bij Girona. En dat is gewoon shit voor hem. Want hij moet niet gaan spelen in de tweede league van Spanje. Aangezien hij gewoon een La Liga speler is. Dus voor hem een transfer is echt heel erg urgent. Een transfer naar Barcelona wordt momenteel heel erg besproken. En het zou op zich best wel logisch zijn. Want Barcelona heeft niet echt een wisselspits momenteel. Kijk, ze hebben natuurlijk momenteel hebben ze Suarez. Vroeger hadden ze erachter Alcácer. Maar momenteel hebben ze er niemand achter staan eigenlijk die echt een beetje niveau heeft. Stuani heeft wel echt een prima niveau. En kan daarom bij Barcelona prima die rol vervangen. Ik weet niet of Barcelona hier concreet naar op zoek is, maar het lijkt momenteel wel zo te zijn dat Stuani volgend seizoen in Catalonia zal spelen. Catalunya, of Catalonië, niet de halve uitspraak van Nederland, de halve uitspraak van Spanje, maar niet uit. Hij gaat in ieder geval waarschijnlijk naar Barcelona. En dan sluiten we af met een leuke transfer switch. Coutinho, misschien wel de grootste transferramp van vorig seizoen, had bij Liverpool moeten blijven, had er misschien kunnen shinen. In de Champions League, 2 jaar achter elkaar in de finale. Maar goed, hij ging naar Barcelona, waar hij waarschijnlijk heel veel spijt van heeft. En ja, dat had hij gewoon niet moeten doen.
Barcelona speelt hij slecht en ik denk dat Barcelona hem op zich wel gaat en wil verkopen. Dus dat kunnen we zien gebeuren deze zomer. En dan kan hij terug naar Liverpool, dat wordt heel veel besproken. Ook United wordt heel veel besproken. Maar in principe is deze transfer eigenlijk alleen maar een klein bruggetje, want de geruchten zijn er wel. Maar niet heel concreet naar de volgende transfer die momenteel al heel veel besproken wordt, heel veel in de nieuws is. En dat is Neymar. Kijk, Neymar heeft gewoon niet de top van zijn kunnen gehaald nu hij bij Paris Saint-Germain speelt. Dat weet hij zelf ook. En geruchten zeggen dat hij zelf vindt dat hij een stap achteruit heeft gemaakt met zijn transfer naar Paris Saint-Germain. De Engelse krant Sport zegt zelf dat Neymar zelf terug wil en dat hij zijn besluit om in 2017 naar Paris Saint-Germain te gaan, dat hij daar spijt van heeft. Dus ja, wat dat betreft, zij zijn er vrij zeker van dat Neymar terug zou gaan. Maar goed, het zijn alleen maar roddels, alleen maar geruchten. Kijk, weet je wat het is? Ik denk op zich wel dat Neymar terug kan qua niveau, natuurlijk. Maar wil Barça nu nog wel? Hij heeft toch wel dat vertrouwen gekraakt bij Barcelona door weg te gaan. En ja, als hij er nu spijt van heeft, dat kan toch niet echt? Barcelona heeft heel veel nieuwe aanvallers, als ik daarvoor terug ga. Dus ik denk dat dit niet gebeurt. En daarnaast is het ook nog eens zo dat er nog geen enkel contact is geweest tussen Neymar en Barcelona. Dus deze transfer, de geruchten zijn er wel. De speculaties zullen ook de hele zomer blijven. Maar zullen we ervan uitgaan dat dit gaat gebeuren? Nee. Ik denk dat Neymar nog altijd bij Paris Saint-Germain blijft, wat op zich raar is. Want wat kan je nou bij Paris halen? Eigenlijk helemaal niks. Maar goed, het zal wel gebeuren. Helaas. Dit waren alle geruchten voor vandaag. We zijn maandag of dinsdag weer terug met een nieuwe transfervideo. Hopelijk vond jij dit een leuke video. Heb je een blauwpje omhoog gedaan? Abonneer op Twinity. Zie ik jou morgen in een nieuwe video weer terug. Ik zeg dat de volgende keer, jongens. Later.